De laatste grote gebeurtenissen in het kader van de strijd tussen goed en kwaad hebben direct te maken met de mens en de grote genade van God. Het is dankzij zijn onophoudelijke bemiddeling voor de mens dat wij nog in leven zijn. En het is het bloed van Christus dat ons kan vrijpleiten en ons de kans geeft om behouden te worden. Ongeacht of je gelovig bent of niet, blijf het pleiten, zodat een iedere kans heeft om berouw te hebben van zijn zonde en tot bekering mag komen. De laatste grote gebeurtenissen zullen snel komen en iedereen zal gevraagd worden om een beslissing te maken. Kies niet bewust of onbewust voor het beest of zijn merkteken. De Bijbelse boodschap voor deze tijd is: vrees God en geef hem de eer. Aanbid de Schepper en zijn wekelijkse herdenkingsteken, de dag die hij gezegend en geheiligd heeft. Als Heer van de Sabbat heeft hij het voorbeeld gegeven en na de scheppingsweek op de zevende dag gerust. Wilt u meer weten? Bestudeer dan met ons de openbaring van de laatste grote gebeurtenissen, elke week hier op CDA Reformatie.